Yo mensen, en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. We gaan vandaag wat criminele dingen doen. Ik heb aardig wat verzoekjes gezien. En jullie willen weten hoe het is om crimineel te zijn. Nou ja, dat kan ik beter laten zien in een livestream. Maar ik kan wel even een beetje laten zien wat je allemaal kunt doen als crimineel zijnde. En laten we dan beginnen met iets dat heel erg toegankelijk is. En dat is gewoon meth plukken. Nou, je moet naar de mefvelden toe gaan en dat zit op deze locatie op postcode 2025. Laten we het daar maar even ophouden. Dan zit je redelijk goed in de buurt. Jullie kunnen vast ook wel het zelf vinden, maar kijk, het zit hier. En hier is dan, als je helemaal uitzoomt, hier heb je de stad. Je gaat naar Sandy toe. Je gaat eigenlijk een beetje naar die, wat is het, een soort van... verwerkingsvelden, hè. Wat groeit er allemaal, er groeit sla, tomaten, weet ik wat allemaal. Het enige wat ik een beetje gek vind hier is dat je meth plukt. Want ik ben niet echt een drugspecialist of zo, maar ik weet toch wel vrij zeker dat je meth zeg maar niet plukt, normaal gesproken. Goed, wat is dan handig om te doen? Het is trouwens, het is echt, het is ziek druk. Dit is niet normaal, jongen. Holy moly. Oké, er zijn dus een aantal dingetjes. Ik zet mijn busje, of in dit geval mijn vrachtwagen, meestal eventjes een beetje aan de kant. Zorg dat hij op slot staat. En doe weer even een trucje, jongens. Kijk, je kofferbak kan je dus apart van het slot halen. Kijk, nou is mijn hele auto open. En nu is mijn auto dicht. En nu is alleen mijn kofferbak open. En dan is mijn kofferbak weer dicht. Goed, hoeveel heb ik erin zitten? Ik heb er 62 in zitten. Nou ja, goed, als ik dit hele busje vol doe... dan kan ik er uiteindelijk 800 in kwijt. Dat ga ik niet allemaal laten zien nu. Dus ik zal even knippen in de video. Maar jullie weten dan in ieder geval hoe het is om dit te doen. Nou, jullie zien heel veel mensen. Ook heel veel mensen met maskers, helmen, weet ik wat allemaal. Alles loopt hier rond. En ja, hier ga je dus ook wel geript kunnen worden. Dus een tip van mij is... zorg even dat je niet je telefoon mee hebt. Want dan kan je dus gewoon geen geld overmaken. Kijk, als jullie hier ook zien... ik heb brood mee, ik heb meth mee en ik heb water mee. Voor de rest heb ik niks mee. Dus als ik nou geript word of wat dan ook. Of ik word bedreigd met een wapen. Dan zeg je, je moet 10k overmaken. Dan zeg ik, ja sorry man, dat kan niet. Want ik heb geen telefoon mee. Dus ik kan niet naar jou overmaken. Gaan ze niet leuk vinden. Maar het scheelt mij wel gewoon 10k. Want ze willen meestal 10k hebben. Dat is volgens mij ook het maximale dat je mag rippen van iemand. En ja, ik ga dit gewoon eventjes doen. En misschien kom ik wel iemand tegen... die mij gaat rippen en dan... wat de fuck, ze komen ook op de scootertjes, alles aan. En dan weten jullie ook een beetje hoe die vibe is, hoe die ervaring is daarmee. Hoe is het? Ja, rustig hè. Zijn er rippers hier net of van mij? Stad. Wat? Ben je geript hier al of niet? Nou, ik twijfelde al om toen straks zakjes te halen. Ja. En toen werd ik geript voor 10k. Nee, ben je voor 10k genakt? Ja. Waarom heb je dan ook telefoon mee, jongen? Neem nooit je telefoon mee. Leg je telefoon Leg je telefoon in je busje, man. Daar heb je er geen last van. Oh ja. Maar ja, dan. Oh ja, dat kunnen ze niet controleren, toch? Nee. Nou ja, ze kunnen je alleen hier niet bellen. Maar ja, boeien, dat maakt niet zoveel uit. Ja. Ah, ja. Oké. Okay. Ja, dat is misschien beter, ja. Nou, dan moet je weer aardig wat verplukken. Ja, ach ja, maar ja, als het wit was, dan is het mee terugverdiend. Dat is waar, dat is zeker. Wie is deze guy dan? Is dat je Mattie? Nee. Hallo? Pas de eerste keer. Ik hoor hem ook niet. Nee. Oh. Oh, hallo jongeman. Hallo. Wat is het beter, een speedo of, of zo'n vrachtwagen? Je wil meer vrachtwagen. Ja, dan moet je vrachtwagen, dan kan je meer meenemen. Oké. Okay. En nog één ding. Als je bijvoorbeeld 1000 mefzakjes hebt, is het dan... krijg je dan is het dan gewoon precies hetzelfde als gewoon 1 zakje 300 of krijg je dan ook een bonus van dat het extra veel is? Moet je ligt aan, zelf afspreken met iemand, ja. Ah, oké. Okay. Jo, dankjewel voor jullie advies. Ja, er staan 10... Oh, oké, okay. Nou, hij is al weg. Dat is dan 10k. Ja, wat zit die guy hier op die brommen? Wat kom jij doen hier, Jackie Chan? Je komt hier in de studio nog. Ja, mafkees, begint te lopen. Wat denkt hij wel hier, Hiro? Ah, ik ga maar plukken. Pluk de dag. Ja, oh ja, en Tom? Nou... je zit in een bodycam. Doei. Doei. Goed, ik ben nu op de 55
Mef ondertussen, dan staan we nu op de... krijgen we? Oh, krijgen we plus 2, 57, top. En dan zou ik nu rond de 60 komen bijna. Ah, oké. Okay. Ik kan nog één keer pakken, want dan ga ik dus over de 60 heen. En dan kan ik gewoon niet meer meenemen. Ik weet wel dat ik zei dat 63 het meeste was. Maar blijkbaar als je boven de 60 zit of zo, dan... dan kan je gewoon niet meer meenemen. Dus als je precies op 60 uitkomt en je pakt dan een MEF en dat is dan 63, dat kan dan wel. Maar als je al op 61 zit, dan kan je niks meer meenemen. Goed verhaal! Maar goed, dit moet je echt knijterslang doen. En dan moet je gaan verpakken. En de verpak die zit steeds op een andere plek. Dus ik vind dat ik het daarom ook wel kan laten zien. En daarnaast heel veel andere YouTubers laten ook de verpak zien. Want dan gaan ze dan mensen rippen, hostagen en weet ik wat allemaal. Dus zo geheim zijn die locaties niet meer. Weet je wat? We gaan nu gewoon lekker erheen. Ik weet wel, ik doe niet een volle run. Maar dan laat ik jullie in ieder geval even zien wat er allemaal voor nodig is om dit te doen. En dan kan ik ook meteen even kijken waar die op dit moment zit. Oké, we zijn bijna aangekomen nu bij de locatie waar je kan inpakken. Ik neem even een kleine afsnijroute. Zo erg is het niet. Want deze vrachtwagen mag trouwens ook off-road. Dus het is sowieso helemaal niet zo erg. En wat is belangrijk om te weten hier? Belangrijk om te weten is dat je altijd 60 MEF exact meeneemt. Tenzij je minder hebt of dat het opraakt. En dat je dan 20 zakjes meeneemt. En dan kan je verpakken. En dat is dan... dat is dan 1 of 3 MEF op 1 zakje. Dus 1 op 3 wou ik zeggen. Hier kan het ook wel voorkomen dat je hier geript wordt. Dat je ook weer 10k moet afstaan. Dus ik zou ook zeker adviseren, neem je telefoon gewoon niet mee. Doe alleen je kofferbak open. Doe je auto zelf op slot. Hij is nou open. Ik doe hem op slot. Kofferbakje open. En ik pak precies 60 MEF. En ik doe hem weer op slot. 20 zakjes had ik nog. Kijk maar, daar staan ze. 20. En dan moet je nu gaan inpakken. Dan ben ik benieuwd hoe druk het hier is. Hoeveel mensen er hier praten, schreeuwen of wat dan ook. Maar het idee is gewoon als volgt. Je loopt de cirkel in en je drukt op inpakken. Nou, het is lekker rustig nou. Het komt nog wel eens voor dat ze tegen je aanrennen, dat ze je wegduwen. Weet ik wat allemaal. Valt nu dus wel mee. Zelf gebruik ik heel vaak de F2-knop. Daar laat ik mijn... Blijf ze om weer moeten pakken, ja. Volgende keer, maar het is wel goed, want we moesten niet eten. Kijk, dan zijn ze weer aan het houden horen. Dan laat ik mijn inventory open. Nou, dit ga je dus allemaal inpakken. Ik doe even één ronde, dan weet je een beetje hoe het gaat. Volgens mij heb ik Max. Ja, ik heb Max. Ik heb 20. Hoeveel heb jij er? We hebben zij het ook over, hè? Oké, ik ben nu aangekomen bij de laatste MEF. Ik hoef er nog maar 3. Dat is nog één keertje. Ja, kijk, ik zit helemaal vol. En wat is handig om te doen? De kofferbak die bukt af en toe een beetje. Dus mijn advies is, doe hem open. Haal 60 MEF eruit. Stop 20 zakjes erin. MEF-zakjes en pak daarna 20 zakjes weer uit je busje. Dan gaat het eigenlijk altijd goed. Als je het op een andere manier doet, dus twee keer elkaar erin leggen, twee keer achter elkaar eruit halen, dan bukt het. Oftewel, je krijgt gewoon dan niks de tweede keer. Dus dat is niet helemaal ideaal. Oeh, bos ik er bijna tegenaan. 7, 2, 5, 4. Aan de kant. Kijk, dat is ook heel anders dan in Groningen. Hier rijden ze gewoon een beetje rustig voor je aan de kant. Geen gezeik, geen gedoe. En in Groningen word je gewoon helemaal naar de kloten gebeukt. En dan beginnen ze je nog uit te schelden ook. Goed, wat doe je dan als je zo'n hele run gedaan hebt? Ik doe nou even een korte run, maar je kan het veel langer doen. Je kan met een volle mule kan je 280 zakken eruit halen. Of 287 om precies te zijn. Als je zelf ook nog... 60 MEF bij je houdt. Dan moet je het gaan verkopen. Hoe je dat doet, laat ik nu hier niet zien. Want ik stop ze nu in mijn appartement. En dan ga ik een keertje met de gang afspreken. En dan verkoop ik het in één keer aan die gang. Wat je ook kan doen, en wat ik wel ga laten zien, maar dat ga ik laten zien op een livestream, is naar het eiland toe. En daar kom je door middel van een boot. Nou, ik heb 2 miljoen. Is ook wel leuk op een stream om dan even een boot te gaan kopen. En dan gaan we zakjes verkopen op dat eiland. En dan krijg je ook aanzienlijk meer, maar dan heb je dus wel zwart geld. En dat zwart geld moet je dan weer witwassen. En dat kan dan ook bij een gang. Dus op die manier moet je eigenlijk deze run steeds gaan doen. Voor mij schiet het nu niet heel erg op. Want ja, ik heb net 1 kleine run gedaan met inpakken.
En ja, met plukken. En normaal gesproken doe je toch echt wel je hele vrachtwagen vol. Dan ga je echt wel meteen die 280 zakken maken. Moet ik wel eventjes kijken waar ik heen moet rijden om het in mijn appartement te stoppen. Ik heb hier een appartement. Dus laten we die dan maar doen. Want dan kan ik ook meteen weer naar de pluk toe. Oh mijn god, ik ben helemaal verkeerd gereden. Nou, dan gaan we die andere kant wel op. Wat dan als laatste belangrijk is, als je het in je appartement stopt, is dat je 30 mefzakjes tegelijk mee kan nemen. Dus als je de 30 uit je vrachtwagen pakt, doe je de 30 in je huis, ga je weer naar je vrachtwagen, doe je er weer 30 in je huis, enzovoort, enzovoort. Het is, ja, het is een beetje intensief om te doen, maar ja goed, dan heb je wel het maximale. En uiteindelijk als je het gaat verkopen, dan vragen de gangs ook heel vaak, stop het maar in je mule. Dan weten we dat je 400 zakjes hebt. En voor die 400 zakjes krijg je dan een prijs. Wat die prijs is, dat hou ik nog even geheim. Moet je eigenlijk zelf achterkomen. Eigenlijk moet je hier ook wel zelf achterkomen. Maar ik wil ook niet te veel verklappen. En waarschijnlijk heb ik nu al meer verklapt dan dat misschien eigenlijk mag. Dus voor nu ga ik deze video ook afsluiten. Wil ik jullie bedanken voor het kijken, zoals altijd. En dan wil ik nog even als laatste zeggen, vergeet niet te liken en niet te abonneren. Want we snoepen toch stiekem best wel wat abonnees erbij. En hoe leuk zou het zijn als we dit jaar nog gewoon misschien de 2500 subs halen of zo. Dan gaan we volgend jaar misschien wel naar de 4.000-5.000. Dat zou echt nice zijn, maar dan moet ik wel wat mee gaan streamen. En ook zeker ga ik dat doen. Dat ga ik zo snel mogelijk doen. Ik hoop nog dat ik aan het einde van dit jaar weer kan beginnen met streamen, jongens. Dat zou echt super nice zijn. Nogmaals, bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan gaan we op naar de 2500 subs. Later.